Iedereen vroeg mij altijd, wat wil jij later worden? En dan zei ik alleen één ding, moeder. Zijn mijn man en ik naar dokter Kabaat gestuurd. Want die werkte daar in dat ziekenhuis. Ja, ik vond hem toen wel aardig, ja. Ik vind het raar om te zeggen nu, maar dat vond ik, ja. Zullen we het maar proberen? Ik heb er wel een lichtje bij nodig. Maar dat is niet zo erg. Blijf maar hangen. Het is van mijn man en mij, van man en mij, man en mij. Mijn god, als ik toch alles eens over mocht doen. Ja, wat deed ik het dan anders? Hij heeft echt misbruik gemaakt van mijn vader en mijn moeder. En tegelijkertijd is dat wel ook mijn vader. Wat als ik met een van mijn halfbroers een kind had gekregen? Hadden we niet geweten. Waarom ben ik mijn kinderen kwijt? Mijn liefde is gewoon kapot gemaakt. Je was niet eerlijk, maar ik heb wel een mooi kind gekregen.